platform waarop je maaltijden kunt delen met je buurtgenoten. Als je je aanmeldt, dan krijg je automatisch een e-mailbericht wanneer er binnen 1,5 kilometer van jouw huis iets lekkers gekookt wordt. En de kok heeft dan aangegeven wat er in het gerecht zit, hoeveel porties er beschikbaar zijn, wat de prijs is en ook hoe laat je het kunt komen afhalen. Nou, en dan eigenlijk met één druk op de knop vanuit je mail kun je contact leggen met die kok en inderdaad aangeven dat je graag wat wil komen afhalen. Nou, dan ga je vervolgens diezelfde avond of de avond daarna met een paar euro naar een van je buurtgenoten toe met een bakje. En dan kom je met een heerlijke zelfbereide maaltijd weer thuis. En ja, dat heeft al tot ontzettend veel mooie ontmoetingen geleid in Utrecht eigenlijk. Ik hoorde laatst bijvoorbeeld een verhaal van een meneer van 70 die via thuis afgehaald de maaltijd ging afhalen bij een mevrouw bij hem in de straat. Een Surinaamse mevrouw van rond de 35. En die vertelde, ja, vanuit Suriname ben ik gewend altijd al een hele grote pannen te koken. Maar hier in Nederland is het eigenlijk heel kaal, de eetcultuur. Iedereen eet maar een beetje gewoon alleen voor zichzelf. En via nu deze mogelijkheid heeft zij weer extra reden om flinke pannen te koken waar ze dan haar buren blij mee kunnen maken. En die meneer van 70 die zei tegen mij, ja, wanneer had ik nou anders in de keuken van deze mevrouw gestaan en dit gesprek gehad over de Surinaamse en de Nederlandse eetcultuur? Wij hebben het thuis afgehaald bedacht eigenlijk vanuit de tuin, waar we regelmatig konden ruiken als onze buurvrouw ging koken. En daar werden we heel nieuwsgierig van, naar haar en ook naar haar kookkunsten. Dus toen zijn we gaan vragen of we niet een keer iets mochten proeven. En zij reageerde direct enthousiast. Dus nog datzelfde weekend aten wij haar pompoensoep. En toen merkten we direct, nou ja, naast dat het heerlijke pompoensoep was, hoe leuk het is om op deze manier je buurtgenoten te leren kennen. Ja, we hebben in aanvulling op het landelijk platform hebben we thuis afgehaald in de buurt bedacht. En dat is speciaal voor Utrecht. En het idee is dat we dan met mensen uit Utrecht die dat leuk vinden, activiteiten gaan organiseren voor buurtgenoten. En het gaat altijd om het delen van eten. En het kan van alles zijn. Een buurtproeverij waarin iedereen wat lekkers meeneemt om van elkaar te proeven. Of een speciale kookworkshop. Misschien wel een soort gouden koksmutsverkiezing. Wat mensen zelf leuk vinden om te organiseren voor hun buurt. Ja, wij werken inderdaad aan thuis afgehaald vanuit eigenlijk naast onze eigenlijke werk. Dus dat zijn allemaal vrijwillige uren. En dat doen we ook heel graag. Maar om op de lange termijn het mogelijk te blijven maken, hebben we toch gewoon een soort businessmodel nodig. En de Rabobank heeft ons eigenlijk geondersteund en ook geadviseerd van, nou, als je nou met ondersteuning van dat samenspel, stel je kunt dat in Utrecht gaan doen zometeen, dat thuis afgehaald in de buurt, en dat werkt goed, dan kun je dat vervolgens ook breder inzetten in andere gemeenten. En op die manier hopelijk daar ook inkomsten mee genereren.